De districtscommissarissen stellen een verhoging van hun salaris niet als prioriteit. Al voor de verkiezingen wilden de DC's dat hun salaris gelijkgesteld werd aan dat van een directeur. Shafiq Gulaman, deken der DC's, zegt dat een loonsverhoging wel nodig is, maar het werken aan het verlichten van de financiële crisis in ons land meer prioriteit geniet. Ik had gelezen dat toen mijn beëdiging, of toen ik benoemd werd tot deken der DC's, dat een van mijn voorstellen waren dat, voor de verhoging voor de DC's. Maar natuurlijk, iedereen weet, kijkt u in welke situatie ons land nu zit, financieel-economisch. Dus om dat nu bespreekbaar te maken, denk ik niet dat het gepast is. Ja, dus laten we eerst helpen om dit land uit het diepe dal naar boven te halen. Laten we de problemen eens oplossen. En natuurlijk gaan we dan kijken van wat de voorstellen zijn ten aanzien van salariering van de DC's. Gulaman wijst er verder op dat als gekeken wordt naar de bevoegdheden en zware verantwoordelijkheden van de DC, een loonsverhoging wel op zijn plaats is. Voor alles in het district kent men de districtscommissaris, als ik het zo moet uitdrukken. Ja, toch? Dus wat daar dan ook gebeurt, al is het een andere instantie, maar men gaat eerst naar het commissariaat komen, men gaat zijn of haar districtscommissaris opzoeken. Dat mag, want daarvoor zijn we hier. Het enige waarvoor een districtscommissaris wordt geplaatst is om te dienen. Toch om zijn gemeenschap te dienen, om zijn volk te dienen. En komen ze hier terecht en dan van hieruit dan worden ze dan aangewezen van waar ze eigenlijk moeten zijn. Maar dus iedereen komt natuurlijk naar hun burgervader of naar hun burgermoeder. En dan van hieruit dan adviseren wij. Shafiq Gulaman, deken der DC's. We spraken hem in het kader van ons nieuwsonderdeel districtenbezoek.